meeste mensen bladeren uit de tuin halen, gooi ik het er juist in. Ik dek juist daarmee mijn grond af. Het is goed voor bodemleven. Bodemleven wordt lekker rijk erdoor, want je krijgt meer compost of humus in de grond. En het is goed voor het bodemleven, zoals wormen en andere beestjes. Ik dek daarmee mijn bollen af. En onlangs heb ik rozen verplant en fruitboompjes. En die worden ook lekker afgedekt. Je moet alleen zorgen dat je wel gemengd blad gebruikt. Dus er mag best wat eikenblad tussen zitten. Maar laat het voornamelijk geen eiken zijn. Het eikenblad dat geeft veel verzuring aan de grond en dat is absoluut niet goed. Dus ik heb hier tussen zit, dit is van de acacia. En zo zitten er wel andere blaadjes tussen die wel goed zijn. Maar eikenblad kun je beter uit de tuin halen. Andere bladeren zal het lekker laten liggen. Dus het leeghalen van die tuinen wat iedereen doet, waardeloos. Het is veel beter voor de grond, vooral hier op de zandgrond, maar ook voor de kleigrond. Om zoveel mogelijk je tuin 's winters voor de winter af te dekken met bladeren. Dus echt, ja, dus kopie. Blad in de tuin geeft gratis voedsel. En wat ik al zei, het is goed voor het bodemleven. De bollen zijn afgedekt. En de vogels scharrelen er graag tussendoor 's winters. Dus het is een lust om te zien. Ja, oké. Blad in de tuin dus. Doei.